Van de 19 uitduels die PSV tegen Excelsior speelde, won het er maar liefst 15. Tijdens de laatste 5 edities op Woudestein scoorde PSV bovendien minimaal 3 keer per duel. Oh nee hè! Oh nee hè! Excelsior, Excelsior, wat overkomt jullie nou? Van de laatste 18 onderlinge ontmoetingen met Excelsior in eredivisieverband speelde PSV er 2 gelijk en won het 16 keer. Aannemen Koevermans, mooi moment. En Koevermans lijkt de wedstrijd te beslissen. PSV kan tegen Excelsior het eigen clubrecord verbeteren door voor de 13e keer op rij een uitduel te winnen. Ja, die is keurig neergelegd, is 3-0. Het gaat wel heel simpel voor PSV. PSV scoorde in elk van zijn laatste 33 uitduels ook een clubrecord. Bergwijn en Toho! Prachtige treffer! PSV scoorde dit seizoen in alle officiële duels samen 16 keer. Onder 4 van die goals staat de handtekening van Davy Prupper. Prupper en het doelpunt voor PSV, schitterende goal. En ook afgelopen woensdag in het bekerduel met Roda was Prupper trefzeker. Prupper en een enorme fout van De Winter leidt tot de 1-0. De huidige trainer van Excelsior, Mitchell van der Gaag, kwam op 15-jarige leeftijd naar PSV. Maar de bal komt bij Van der Gaag en die is goed voor 3-0. Na uitleenperiodes bij NEC en Sparta maakte Van der Gaag in 1992 zijn debuut voor PSV. Van der Gaag is mee en scoort voor PSV. Excelsior is het seizoen uitstekend gestart. Met 10 punten uit de 6 duels evenaren de Kralingers de beste seizoenstart uit de clubgeschiedenis. En dan is het doel leeg. En dan schiet Vermeulen de 2-0 erin. Ja! Een van de spelers van Excelsior om in de gaten te houden is Ryan Koolwijk. De routinier is bezig aan zijn 10e seizoen in het betaald voetbal. Koolwijk, ja! Wat een doelpunt! Koolwijk is de motor van de ploeg van Mitchell van der Gaag. En dan nog dit. Excelsior is van oudsher de ploeg die kon bestaan dankzij het ophalen van oud papier. Stadion Woudestein heeft 4500 plaatsen. Als alle bezoekers een jaar lang hun oude kranten zouden bewaren, zou dat €7875 opleveren. Dat is 0,039% van het bedrag dat PSV ontvangt voor de deelname aan de Champions League.